De bekkeningang is hier het breedste. De bekkenuitgang is hier het breedste. Als je baby in een achterste plaatsing of als sterrenkijker ligt, dan moet die met zijn hoofdje door een smallere doorgang. Dus de bevalling is moeilijker. De ideale positie voor jouw baby om aan de weg door het geboortekanaal te starten, is die dat met zijn hoofdje links of rechts voor gekanteld is. De rug ligt als het ware, net als bij deze baby, in de hangmat van jouw buik. Door regelmatig een voorovergebogen houding aan te nemen, gaat dat vanzelf in orde komen door gebruik te maken van de zwaartekracht. De poep is immers het zwaarste en als jij naar voren buigt, dan zal de poep terechtkomen in de hangmat van je buik. Het is daarom ook aan te raden om vanaf 34 weken regelmatig een voorovergebogen houding aan te nemen, zodat de baby in deze perfecte startpositie terechtkomt. Dit is echt een probleem, een uitdaging van de laatste decennia. X aantal jaren geleden was dat minder een probleem omdat de vrouw een voorovergebogen houding had. Ze werkte op het veld, raapte aardappels, wiede onkruid, deed de was in de wasstoffen. En de baby lag regelmatig met zijn ruggengraat in de hangmat van je buik. Onze job is voor heel veel vrouwen onder ons veranderd. 'S Avonds zijn wij moe en wij leunen achterwaarts. Wij leggen dikwijls onze beetje gezwollen voeten omhoog en onze baby gaat onder invloed van de zwaartekracht met de ruggengraat naar jouw ruggengraat gaan liggen. En dat is de sterrenkijker of de achterste plaatsing. Een geboorte in een achterste plaatsing of de baby als sterrenkijker is een arbeid die langer duurt, pittiger is en een bevalling die ook lastiger is. Een ideale houding om je baby in de juiste positie te krijgen is een voorovergebogen houding leunend op een stoel die omgekeerd staat. Leg er wat kussens op om het je comfortabel te maken. Wil je 's avonds toch graag liggen? Leg je in de zetel op je zij. En ondersteun je buik door een aantal kussens. Zo kan je zeker languit in de zetel liggen, maar niet onderuit gezakt. Dus gewoon liggend op de zij.